Cultuur is een vorm van communicatie en is een vorm van snelle verspreiding. En een enorm diepe maatschappelijke penetratie. Ook al is er nog geen tv, ook al is er nog geen internet. Het is mogelijk voor heel veel mensen om in een beperkt korte tijd bereikt te worden door een boodschap en een idee. In onze culturele plaatsbepaling, en dat gebeurt niet alleen in het dagelijks leven, maar ook in dat culturele bedrijf, zien wij voortdurend dat we onze culturele plaatsbepaling aan de hand van nationaliteit en nationale karakters ophangen. En dat zijn eigenlijk altijd stereotypen. Het lijkt erop alsof je iets zegt over de werkelijkheid. In Frankrijk zijn ze frivool en in Duitsland zijn ze diepzinnig en zo zijn ze gebakken. En dan heb je dus eigenlijk de pretentie dat je iets over die landen zegt. Maar in feite gebruik je een culturele formule. Een stereotype is een herhaling van een formule die je al eens ergens anders hebt gehoord van derden. Het is je aangepraat. Het is om die reden is de mooie Nederlandse term daarvoor ook een gemeenplaats. Om dit soort gemeenplaatsen te onderzoeken is cultureel onderzoek nodig. Ik heb dus gigantisch veel teksten onderzocht waarin dingen worden gezegd over landen. En dat kan van hele triviale teksten gaan. De allertriviaalste teksten zijn waarschijnlijk Belgemoppen of zuinige Hollanders. Maar het kan ook zijn rol spelen in heel verfijnde romans zoals Oorlog en Vrede van Tolstoj. Ook daarin wordt iets gezegd over de Russische ziel in tegenstelling tot de Franse frivoliteit. En je ziet dus dat een soort antropologie van het nationaal karakter is ingebakken in ons referentiekader. En ik ben bezig geweest om te kijken hoe die stereotypen nu eigenlijk in elkaar zitten. In de 19e eeuw worden veel clubjes opgericht. Dit is de eeuw van de gezelligheid, de genootschappelijkheid, de sociabiliteit. En met name mannenkoren wordt een enorme mode. En wat ik hier in mijn handen heb is een zangbundel zoals die door bijna elke Duitse student in de 19e eeuw werd meegedragen. Dat is een zogenaamd commerceboeg. Er staat dus ook een citaat op uit het studentenlied Gaudeamus igitur juvenes dum sumus. Laten wij ons verheugen zolang we nog jong zijn. En op de kroegentochten en aan de stamtafels van de Duitse studenten in de 19e eeuw had elke student zo'n boek bij zich. En de avond werd drinkend, pijprokend en zingend doorgebracht. Er zijn een aantal liederen die gaan over vriendschap, de vriendschap van jonge mannen. Het vrolijke jachtleven in de vrije natuur, het zwerven op vakanties. Maar heel veel van deze liederen zijn het vaderland, de helden van vroeger. Duitsland moet één worden, wij hebben Napoleon verslagen enzovoorts. Nou, dit is eigenlijk wat voor de 19e eeuw, wat de iPad of het Facebook blog was voor de gemiddelde student van vandaag de dag. De manier waarop je dus onderdeel maakt van een groter geheel. Dit werd dus meegesleept en het is zelfs leuk, hier zitten dus nog van die koperen nageltjes op. Dat heet in het Duits biernagel. Dat betekent als zo'n ding werd neergelegd op de tafel van een kroeg en daar lagen allemaal plassen bier op van omgestoten roemers en bekers, dan werd het boek niet nat, dan lag het dus door middel van die spijkerkopjes een beetje van het oppervlak af. Interessant is als je die stereotypen gaat vergelijken. Dus niet van één land van hoe zit het nou met Nederland, nee. Maar ook eens gaan kijken hoe zit het met Ierland, hoe zit het met Rusland, hoe zit het met Italië. En zijn daar nou patronen in te onderkennen? Want het gaat, stel je vast, eigenlijk nooit echt over die landen. Het gaat eigenlijk altijd over culturele zienswijzes. Ik zeg altijd, het is geen zijnswijze, het is een zienswijze. Het is een manier van kijken. En in die manier van kijken zie je dat er bepaalde dingen aspecifiek zijn. Het heeft niet met een bepaald land te maken, het is gewoon een patroon. Ik geef één voorbeeld, Noord tegen Zuid. In elk land zie je dat er een tegenstelling wordt gecreëerd tussen het Noorden en het Zuiden. En in het Noorden wordt dan altijd gezegd, die mensen zijn een beetje koeler en cerebraal en moreel en nadenkend en betrouwbaar en saai. En in het Zuiden zijn ze vrolijk en een beetje meer collectief en meer sociaal en lolliger, maar ook wat minder betrouwbaar en er wordt ook meer gesjoemeld en als je een loodgieter bestelt, komt hij niet. Nou, en zo zijn er ook wel andere patronen die je telkens terug ziet komen. De tegenstelling tussen een dynamisch stadsleven en een tijdloos plattelandsleven bijvoorbeeld. Of het feit dat als een land machtig wordt, dan krijgen we over het algemeen een wat terughoudende, afhoudende beeldvorming met negatieve elementen.
Terwijl als een land zwak is, dan vinden we het wel leuk en een Luxemburg, Denemarken, schattig. Dan krijgen we een hele positieve beeldvorming. Zo zie je dus dat er bepaalde patronen zijn waarbij duidelijk wordt, en dit is nu de conclusie die ik wil trekken, beeldvorming heeft niet zoveel te maken met de sociologie van die samenlevingen. Het heeft alles te maken met de cultuur, de culturele patronen van representatie. En ik kom uit de alfa-sfeer, ik ben een cultuurwetenschapper en dat is wat mij interesseert. In hoeverre zijn deze zienswijzen cultureel ingesleten? Dit is één tastbaar voorbeeld hoe een bepaald corpus van zeg maar indoctrinatie, een ideologie van leven wij, wij zijn, leven het Duitse in ons en we moeten allemaal als Duitsers bij elkaar horen, hoe dat enorm verspreid kan raken en hoe dus die cultuur door allerhande alledaagse zaken, maar wel in geschreven vorm, diep in het dagelijkse leven van heel veel mensen tegelijkertijd kan doordringen. Nou, dat soort cultuuruitingen ben ik een beetje in kaart aan het brengen. Het is tot op zekere hoogte de petite histoire, de achtergrondruis van de 19e eeuw. Zo merk je dus dat de hele publieke sfeer doordesemd is, doordrongen is van allerhande signalen. Het is goed om te staan voor je nationale identiteit. En dat het dus een soort ja, algemeen geloofsartikel wordt, zoals ja, het christendom dat was voor de middeleeuwen. Ik heb voornamelijk mijn eerste onderzoek gedaan over Ierland. Vervolgens heb ik ook gekeken naar Frankrijk, Duitsland, Nederland, België. En we zijn nu in het stadium aangekomen dat we zoveel bronnenmateriaal in een gigantische database, om maar zo eens te zeggen, hebben opgeslagen, dat we de grotere patronen kunnen zien. Dat er een soort grammatica van de nationale stereotypering, een soort retorisch model kan worden geëxtrapoleerd uit de bronnen. Dat we door heel veel boompjes een mooi bos beginnen te zien. En dat betekent dus dat we ze beter begrijpen, beter kunnen analyseren en daardoor misschien ook een beetje onschadelijk kunnen maken voor wat betreft de vooroordelen die mensen met zich meedragen.